Aan het IJsselmeer, achter de dijk, ligt Hinderloop, een pittoresk oud stadje. Karakteristiek zijn de smalle straatjes, de fraaie doorkijkjes, de typisch houten bruggetjes en de geveltjes. Het is een stadje met een eigen karakter. Dit komt ook tot uitdrukking in de eigen woonstijl, de Hinderloper kunst, de kleurrijke klederdracht en de eigen taal. Al sinds de 12e en 13e eeuw ondernamen Hinderloper schippers zeereizen naar de Noordzee- en Oostzeekusten. Hinderloper kreeg in 1225 stadsrechten en is een van de Friese 11 steden. Hoewel het eertijds geen haven had, maar slechts een reede in de Zuiderzee, was Hinderloper lange tijd een belangrijke vissersplaats. Vanaf 1368 maakte het deel uit van het Hanzenverbond. De grote bloeiperiode van het stadje lag tussen 1650 en 1790, toen Hinderloper een grote vloot bezat van ruim 80 schepen. Na 1780 raakt Hinderloper in verval door de Vierde Engelse Oorlog en de Franse overheersing. Vanaf 1880 vormt de Zuiderzeevisserij een nieuwe bron van inkomsten, tot de afsluiting in 1932. Hoe rijk de Hinderlopers destijds waren, is nog te zien aan de kapitale 17e en 18e eeuwse kapiteinshuizen. In smalle straatjes staan ze nog steeds. Commandeurswoningen met rode pannendaken en siermesswerk van gele en rode baksteen. Deze kapiteinshuizen hadden een klein ankertje aan de gevel, als teken dat de kapitein thuis was. Zomers, als de kapitein op zee was, trok de vrouw met de kinderen in een kleiner huisje dat achter in de tuin tegen het water gebouwd was, het zogenaamde likhuis. In die tijd kochten de Hinderlopers in Amsterdam veel kostbare stoffen en voorwerpen die door de Verenigde Oost-Indische Compagnie werden aangevoerd. Hierdoor ontwikkelde Hinderloper haar eigen klederdracht en ook ontstond er een hele eigen interieurstijl met smaakvol beschilderde wanden, meubels en gebruiks- en siervoorwerpen. Deze replica van de oude muziektent staat op het Vondelingenplein. Hier werden in de 17e eeuw de naamloze drenkelingen begraven die waren aangespoeld. Hinderloper heeft een paar bijzondere bruggen. Zo'n brug heeft een zogenaamd oorgat. Dat is een smalle sleuf die gemakkelijk geopend kon worden, waardoor aken met een staande mast konden passeren. Het eerste Friese schaatsmuseum probeert klanten te lokken met een paar klompen. Maar dan wel enorme klompen.